Nou, even het laatste stukje alweer, Peter. Dan praten we altijd even over muziek. Het is duidelijk dat jij van populaire muziek houdt. Ja, ik ga eigenlijk een beetje mee. Ik vind de oudere muziek ook leuk, maar ik ga eigenlijk wel een beetje mee met de tijd. En de goede nummers die op dit moment zijn, hè, zoals de nummers die nu gedraaid zijn, dat vind ik gewoon erg lekker om te luisteren. Ja, geeft een positieve vibe ook. Hè? Ja, dat is belangrijk. Maar ook omdat jij zit natuurlijk heel veel in feesten en partijen waar je door besmet wordt, neem ik aan dan. Ja. Hè? Dus dan gaat dat automatisch. Ja, maar ik heb wel ik vind een hoop leuk, zeg maar. Hè? Mm-hmm. Ook Nederlandstalig vind ik ook erg leuk, maar dat is maar net een beetje waar ik op dat moment zin in heb. Ga ik naar de kroeg toe, vind ik ook een Hollandstalig kroegje, vind ik ook erg leuk. Ja, absoluut. Maar ook dit. Dus ik hou wel heel veel muziek. Ja, ik heb ook altijd wel muziek aan staan. Heb jij vroeger de eerste cd die jij kocht? Weet je dat nog, wat dat was? Nee, de eerste niet. We hebben toevallig net eventjes erover gehad. Ik kan misschien niet zo handig om over de radio zeggen, maar ik had vroeger die illegale cd's, de MTV... Kijk, nou ben je nat. Ja, die, ja, dat waren nee, de MTV. Die kwamen elke maand uit en er stonden dan 12 of 13 nummertjes volgens mij op, wat op dat moment hot was. Ja, zeg maar een soort... Een verzameling, ja, dat, ja. Er was natuurlijk geen playlist zoals op Spotify, dus... dan had je altijd van het hele jaar ook alle cd'tjes. En dan had je eigenlijk alle goede nummers had je wel. Ja. Maar ja, nee. Ik vroeger... Dus gewoon echt de populaire muziek, ook toen al. Ja, en ik kijk ook veel. Ik heb op het, na het voetballen kon je altijd nooit slapen. Er zat zoveel adrenaline in je lichaam. Dus dan sliep ik pas om 4, 5 uur 's nachts soms wel eens. Ja. Dan was die wedstrijd in je hoofd nog aan het naspelen. Of de benen waren zo gespannen dat ik niet kon slapen. En dan was het vaak, niemand was meer wakker. Dus dan had ik vaak thuis, dan zet ik een tv-concertje op of zo van een van de artiesten, Phil Collins. Of was dat van alles. Een Lionel Richie, dat vind ik ook allemaal goed. Dus dat was elke keer verschillend. Dus... Ga jij naar concerten? Te weinig. Ik vind het wel heel erg leuk. Toevallig zijn we laatst de Ladies of Soul zijn geweest. En eigenlijk vorige week bij Glennis Grace van de Whitney Houston Tribute. Ja, erg, erg mooi. Maar leuk. Ja. Maar je hebt ook kinderen, hè? Ik heb drie kinderen, ja. En dus hoe oud zijn ze? 10, 8 en 3. Oké, dus daar zit je natuurlijk nog wel een beetje mee. Moet je dan naar K3? Nee, K3, nou, K3 ook. Ja, dus ga je dan mee? Nou, dat doet meestal mijn vrouw. Hoewel K3, de dames zijn natuurlijk wel... Daar wil je wel ook wel leuk mee. Ja. Ik ook wel, ja. Maar... heb jij zeg maar ook muziekprogramma's waar je graag naar kijkt? Weinig. Beste Zangers vind ik wel leuk. Als ze de muziek van elkaar zingen, dat kijk ik wel regelmatig. Maar echte muziekprogramma's niet echt. Ja, Beste Zangers vind jij een leuk programma? Ja, dat vind ik af en toe wel leuk. Ja, het ligt aan wie er zitten. Maar dat is bijna elk tv-programma wel. Als er goede zanger of zangeressen zitten, dan... Ze vinden elkaar allemaal zo geweldig. Jij vindt niet leuk, hoor ik al. Ja, nou ja. Ieder zijn ding. Ja. Maar er zijn ook wel goede dingen te horen. Dat neem ik niet weg. Nee. Maar we zijn alweer aan het einde gekomen van het programma, Peter. Dus ik wou jou heel erg bedanken voor jouw komst. Ja, het is leuk om eens te horen hoe dat het dan met een ex-profvoetballer die directeur wordt van een verhuurbedrijf. Hartstikke mooi. Ik wens jou daar heel veel succes mee. Dank je wel. Ook bedankt voor de 2 technici, Peter en Ingrid. Nou, geweldig. Ik kan het niet beter wensen. Het is fantastisch gegaan. Ook de support van Irma achter het glas. Dankjewel. Volgende week is mijn gast Peter Tenhoor van Kamp Schoenen uit Lunteren. En hij is genomineerd voor de ondernemer van het jaar in Ede. En hij heeft een fantastische winkel. Daar gaan we dan volgende week naar luisteren. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.